vragen en via denhaagfm.com. Je luistert naar Den Haag FM. Dit is het nieuws van 1 uur. Goedenavond, dit is het Novum Nieuws. Ik ben Elisabeth Steins. De wateroverlast in Limburg en Brabant is nog niet ten einde en het blijft voorlopig ook nog doorregenen, zei het ietsje minder hard. Om meer overstromingen te voorkomen worden 2 grote gebieden in Oost-Brabant onder water gezet en in Limburg zijn nooddijkjes gemaakt. Het peil van de Maas is hoog, maar niet kritiek. Ook in de Belgische Ardennen blijft de ellende door de wateroverlast maar toenemen. Daar is het leger nu ingezet om bewoners eventueel te evacueren. Door modderstroom is het op de weg en op het spoor een chaos. En ook in het Duitse Ruhrgebied is het behelpen. Ook daar zijn delen van snelwegen afgesloten. In Groot-Brittannië is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een stier. En zijn vrouw ligt met kritieke verwondingen in het ziekenhuis. Het stel was op een publiek voetpad aan het wandelen in Nottinghamshire en onduidelijk is waarom de stier ze aanviel. Het dier wordt afgemaakt. De Franse premier Fillon heeft het ontslag van zijn regering ingediend en president Sarkozy heeft dat aanvaard. Het was al bekend dat Sarkozy het kabinet wilde herschikken in de hoop aan populariteit te winnen. Dit na de invoering van het zeer impopulaire nieuwe pensioenstelsel. Fillon blijft waarschijnlijk aan. De Italiaanse premier Berlusconi wil dat er een stemming komt die bepaalt of zijn regering door kan of niet. Een van zijn coalitiepartners wil namelijk dat Berlusconi opstapt vanwege zijn vermeende escapades met minderjarige meisjes, maar hij weigert dat. De oppositie diende al een motie van wantrouwen in en eist duidelijkheid. FC Twente heeft dit seizoen voor het eerst verloren in de Eredivisie en wel met 2-1 van NAC. Eerder was PSV in eigen huis en in stromende regen al Excelsior met 4-2 de baas en de Eindhovenaren zijn nu koploper. Door het slechte weer werd de wedstrijd tussen Roda JC en FC Utrecht afgelast. Het weer. Vannacht kan het in het hele land van tijd tot tijd flink plensen. Komende dag is het ook grijs en het regent weer flink bij 13 graden. Na het weekend wordt het droger. En tot zover het Novum Nieuws. Voor onderhoud, APK, accu's en banden ga je naar Vezeli Autotechniek Haaglanden in de Wingertstraat 33 in Den Haag. Altijd de laagste in prijs. Waar krijg je dan nog een zomer- of winterbeurt voor maar 35 euro? Met zulke prijzen rij je toch lachend weg? Kijk voor meer informatie op apkdenhaag.nl of bel met Vezeli Autotechniek Haaglanden op 070-302-0689. Funderingstechnieken P. van het Woud uit Waddinxveen is gespecialiseerd in funderingsreparatie en vijzeltechnieken en het bedrijf voor het aanbrengen van palen op moeilijk bereikbare plaatsen. Funderingstechnieken P. van het Woud uit Waddinxveen is in het bezit van mini-hei en boormachines die moeiteloos door elke voordeur naar binnen kunnen en die de palen voor bijvoorbeeld je patio of schuur in de achtertuin kunnen heien. Wilt u meer informatie? Bel dan 0182-61-77-67 of kijk eens op onze website pvanhetwoud.nl. Screenwork, de textieldrukkerij van Den Haag. Wij leveren en bedrukken al uw textiel. Al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het bedrukken van sportkleding. Ook voor uw reclameborden, auto en winkelbelettering. Met onze 24-uur-service de snelste van Den Haag. U kunt ons vinden op de Loosduizenweg 1089. Telefoon 070-368-4931. Of kijk eens op onze website screenwork1089.nl. Henk Bres en Ron Menken. Something.
The Shirts, Laugh and Walk Away. Welkom terug alweer in deel 2 van deze aflevering van de Stad van de Nacht. Ja. 14 november 2010. Met onze Michelangelo. Ja, ik moet even één... Ik heb vorige week nog een mailtje gehad op het eind van de uitzending. En dat moet ik even voorlezen, want we hebben gezegd van... we lezen altijd alles voor. Ja. Als het niet dezelfde dag is, dan doen we het een week later. En die was, ging als volgt. Hoi Henk, Ron en Trudy, we zijn weer van de partij. Normaal kijken we hier naar Ik hou van Holland. Maar dit keer hebben we gekeken naar het Lagerhuis. Toppie Toppie, echt recht uit zijn hart. Alles zeggen, die Bres en die Paul Witteman zeggen. Zit Bres, zit, ha ha ha, echt superleuk, ha, het Lagerhuis. En even een reactie op Ron's vraag over The Voice of Holland, et cetera. Ik kijk zelf ook altijd bijna. En ook dat namelijk al vanaf 1989 zelf zing en meedraai in het artiestenwereldje. Maar inderdaad, ik moet Ron helaas een beetje gelijk geven. Het wordt een beetje vervelend. Zelfs ik heb de Voice of Holland vrijdag overgezet naar Nederland 1. Maar goed, er is vreselijk veel talent in Nederland. Maar ik krijg moeheidsverschijnselen. Groetjes van André Hemmer en een Vandini. Een dikke knuffel van Henk en Ron. Oké, dankjewel. Nou, dat komt mooi uit, want dat maakte eigenlijk het besluit. Dat we deze uitzending over onder andere dit soort dingen zouden hebben. Dus, We hebben nog steeds Mike als gast. En, we hebben een aantal cd'tjes. Die hebben een paar cd'tjes meegenomen. Nou, doe ik zo. Gaan we, ik heb een idee. Nee, ik heb ook een idee. Dat gaan we gewoon doen, Mike. Wij hebben een idee. Wij hebben een idee. Ik heb een idee. De mensen die gaan nu bellen. Ja. En die hebben een leuke vraag voor Mike. Die beantwoordt die. En die krijgen als dank een cd'tje. Wat is jouw idee? Is het een goed idee? En dat is nou wel een leuk idee. Dat dacht ik ook wel gelukkig. Maar dan weet ik nog niet wat jouw idee is. Nou, mijn idee was om dat die mensen op te laten halen in de studio. Ja, dat klopt. Ja, maar dan moet je even bellen als je voor de deur staat. Ja, met een leuke vraag. Met een leuke vraag. En dan moet je even naar de studio bellen van ik sta voor de deur en dan krijg je een cd'tje. En ik doe dan een deur. Cd'tje. Cd'tje. Vol de gekste. Maar, En dat is dus een cd'tje waar ik niet op sta. Dat is een cd'tje van onze Mike natuurlijk. Ja, gelukkig niet, helemaal niet verkopen. Die krijg je dan gratis gesigneerd. Als je een leuke vraag hebt, als je nu belt, je krijgt een leuke vraag. Ja, moet en je bent nog op. Ja. En je hebt zin en je woont hier in de buurt. Als je niet op bent, hoef je niet te bellen. Kijk, de telefoon gaat op Mike. Neem op. Of zo in de uitzending gooien. We kunnen ook zo in de uitzending gooien. Dat is dat te laat. Oké. 070-317-4290. Dat is de hotline voor vanavond. En voor Mikey. Dus als jij een leuke vraag hebt, Michael, en je wil dat cd'tje hebben, moet je van de studio komen. Wat is het? Kallenstraat nummer 1. Kallenstraat nummer 1, en dan staat onze cameraman of Benny. Er gaat nog een telefoon, ik weet niet welke. Maar we gaan gewoon even een uitzending. Hallo, met wie? Hallo, met wie spreken wij? Hallo. Oh! Hallo, even een radio zachter zitten of tv of iets, maakt niet uit wat, als het mijn zacht is. Je denkt toch niet dat ik voor het ging mijn bed uitkom? Dat moet jij weten. Ik leg naar mijn piemel te kijken in bed. Je legt naar je piemel te kijken? Leg je naar je piemel te kijken in bed? Gadverdamme. Mikey, dus sorry, als hij niet erg vindt, ik hang op. Ja? Ik kom echt mijn bed niet uit voor hem, hoor. Nee, dat is altijd goed. Ga lekker slapen. Welterusten. Hoi. Ja, wil jij wel zo'n cd hebben, moet je even bellen. 070-374-92. We hebben er nog één aan de telefoon. We gaan even jij met je nummers, dan moet je zien. Hallo, zeg het maar. Oeh, lekker. Ja. Ja. Goedenavond. Hallo. Goedenavond, met Henk. Met wie? Hallo. Dag meneer Bres. Ja, ik spreek met... Meneer Bres? Ja, ik schrik daarvan. Nou ja, zo ben ik gewend om mensen aan te spreken. Kijk, helemaal top. Dankjewel. Ik ben goed ook. Zeg maar Henk, hoor. Meneer Henk. Oh, dankjewel. Meneer Henk. Nee, Henk, jongen. Nee, ja, laat het op. Nee, maar... Zit je me aan de zaak te nemen? Willem, goedenavond uit Den Haag. Ah, goedenavond. Ik wou even gewoon zeggen dat ik Mikey gewoon een topzanger vind. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Is dat genoeg? Ja, ik vind het... Goed, je krijgt voor ons een cd'tje, maar je kom halen. Nee, dat cd'tje, daar gaat het helemaal niet om. Maar we moeten van die zooi af, dus... geintje. Nou, dat is leuk, zeg. Geintje, grapje. Nou, hakken. Als je zin hebt, kan je hem komen halen in ieder geval. Ja. Nee, maar ik draai alleen maar cassettebandjes. Dus wat moet ik met een cd? Daar heb ik gewoon niet aan. Maar... Als onderzettertje... Cd'tje. Aan de muur. Aan de muur. Je kent er gewoon mee. Je kent ook met gooien. Waarom vind jij Mike een zanger? Vind je hem een popster? Vind je hem een volkszanger? Zoals Henk Jan Smit zei. Wat vind je van hem, Mike? Ik geloof niet dat dat er veel doet. Maar het gaat gewoon om zijn stem. Ja, je kan wel zeggen, het is een volkszanger. Of het is dit of dat. Maar hij heeft gewoon een hele mooie stem. En daar gaat het allemaal om. Kijk. Gewoon een echte stem. Waarvan je zegt, nou, dat is iemand. Daar staat iemand. Mike, geloof mij nou, dat heb nog nooit iemand tegen mij gezegd. Ja. Dat ik een mooie stem heb, maar daar staat iemand.
Ja, ik denk wel als ik je zie dat ik je dan wel zie staan, hoor. Kijk, ja. Je kan niet omhoog kijken. Maar ik vind het echt heel erg lief dat je, ja, dat je hebt gebeld. En ja, echt een leuke commentaar. Ik ben er echt super blij mee natuurlijk. Echt, ik vind het helemaal leuk eigenlijk. Dus als je wel een cd'tje wil hebben, even Kallenstraat nummer 1. Oké, maar in ieder geval bedankt voor je reactie. Helemaal toppie. Graag gedaan, goedenavond. Oké, fijne avond. Hoi. Dames en heren, een nieuwe dag is aangebroken. U kunt naar bed gaan of u kunt even lekker blijven luisteren naar Henk en Ron op Den Haag FM. Hier is de start van de dag. Den Haag. Dat ze positief over hem denken en dat hij natuurlijk doorgaat. Maar hij was ook bang voor Johnny, hoe heet ze nou ook weer?
Johnny Kaagman en ene kant voor Gordon. Omdat hij een beetje fors is natuurlijk. En daar, dat is eigenlijk een beetje wat hem tegenhoudt. Maar hoop wel dat hij doorgaat. Ja, nou, wat moet ik hier nou van zeggen, Michael? Ik kan alleen maar zeggen dat ja, je hebt een goede stem. Maar er zijn een paar dingen die niet kloppen bij het logo van Idols. En dat weet je zelf ook wel. Ik heb dat is Gordon. Toch? Ja. Dat was Gordon. Die klopt er niet bij het logo. Nee, maar ik vind, zie je nou het verschil? Ja. Van wat je net in Popstars hebt gezien. Mm-hmm. Dus dat moet je mij toegeven. Hij is wel gegroeid, ja. Dat hij gegroeid is. Ook mede door dat soort programma's. Dat je toch groeit in die uitzendingen. Mm. Nee, dat meen ik serieus met je stem. Want als je dat vergelijkt met toen was je 15, geloof ik? Ja, nee, toen stond ik echt op ontploffen eigenlijk. Ja, nu nog steeds wel, maar, vergeleken met toen. Ja, maar, maar qua vocaal is... Ja, merk is heel anders. Ja, je stem is veel mannelijker of zachter geworden of mooier geworden. Vind ik tenminste, hoor. Ja, ik heb, toen had ik nog geen baard in de keel, volgens mij. Je hebt zo'n baard. Nee, maar ik had, maar je had wel veel keel. Ja, ik had wel veel keel. Ja, ik heb jou al eens met een hele grote baard gezien. Maar ja, dat hebben we wel over. Tegen een intern grapje van die oude van Mikey. Als je dat daarom wou ik even dat stukje laten zien. Dat het een heel verschil was van dat je toch echt wel gegroeid bent. Hé, hoe zit dat nou achter die schermen van Popstars? Nou ja, vertel eens, gebeurt er veel seks? Is er rottigheid onder elkaar? Is er ruzie onder elkaar? Wat is dat nou allemaal? Is het leuk onder elkaar? Ik kan ook, want dat hoor je eigenlijk nooit. Mag je daarover praten? Ja, ik denk wel dat ik erover mag praten. Als ik er gewoon in een positieve zin erover heb, dan zou ik deze. Ja, nee, ja, maar als het nou niet positief is, mag het ook zeggen. Ja, Het is niet echt negatief of zo, want ik heb het echt naar mijn zin gehad daar. Mm-hmm. Vooral de laatste ronde. Die mensen daar, sowieso de kandidaten, de redactie en de mensen die daar werken, zijn heel erg aardig. Maar er zijn ook wel kandidaten. De cameramensen, de crew, zeg zijn maar. Heel erg die zijn allemaal top. Allemaal en ook top. De juryleden en de juryleden hebben niet echt veel contact mee of zo. Okay. Het is meer alleen eigenlijk dat ze je jureren op het moment zelf. Oké, maar die zie je niet achter de schermen rondlopen. Oké. Nee, en dan wat je zegt, de kandidaten zelf. Ja, je werkt wel dat heel veel mensen een typetje spelen. Ik ga geen namen noemen. Nee, moet je niet. Ja, mensen achter de schermen doen zich veel anders ervoor eigenlijk dan dat ze voor de schermen zijn. Dus ja, ik probeer in die zin eigenlijk wel mezelf te blijven. En dat hebben ze dus blijkbaar, is dat niet in de goede smaak gevallen. Maar je bent wie je bent. Je moet je ook niet anders voordoen. Uiteindelijk een keer door de mand. Waarom je zegt, je doet niks anders. Nee, maar uiteindelijk val je een keer door de mand. Hiertoe sta je altijd aardig te doen. En zodra alles die camera's uit zijn, die radio's uit de benen. We hebben nog meer mensen die van hem achtergelaten hebben op de Hive. Zullen we dat even behandelen voordat we het weer vergeten? Ja. Even de start van de nacht. Ontvangen Hives berichten. Ja, want we krijgen ook allemaal berichtjes van de Hives binnen. Die is ook wel leuk als we die ook voor lezen. Ik krijg hier nog een berichtje dat we goed bezig zijn. Dat zegt Jacco. Dus voor de rest heb ik hier veel succes met de uitzending. Groet aan jullie studiogast, de ster van de Marktweg. Jammer dat Michael het niet gered heeft bij Popstars. Maar zingen kan hij wel degelijk. Het is een hagenees zonder capsones. Silly heeft trouwens ooit ook nog eens een duet met hem gezongen. Oh, is dat zo? Heeft Silly een duet met jou gezongen? Silly van Dr. D? Ja, kan wel kloppen, ja. Oké. Persoonlijk vind ik al die verschillende programma's moeilijk uit elkaar te houden. Elk commerciële omroep heeft zijn eigen talentenjacht. Kookprogramma's, klusprogramma's, et cetera. Daar zit volgens mij het probleem in, zegt Dr. D. En dan hebben nog een aantal andere mensen het een en ander achtergelaten op de startvannacht.huis.nl. En dat is onder andere Joyce. Die schrijft, hebben jullie net toegevoegd, vindt het een leuk programma. Leuk ook om Michael in de uitzending te zien. Jammer dat hij eruit is bij Popstars, maar ik weet zeker, hij komt er wel. Groetjes van Joyce. Oké, Joyce. Dan hebben we Anne, dat is volgens mij je tante of je oma, wat is het? Hallo Ron, Henk en Trudy. Ik vind het vriendjespolitiek, alles van Popstars. Ik ben erbij geweest. Je moet gewoon zelf tv maken. Wat een zootje daar. En ik wens mijn broer van harte beterschap. En jullie de groeten van mij afzenden van Anne. En dat is mijn oma. Ja, oma, dacht ik al. Ja. Hallo likejes, we gaan weer volop luisteren vanavond. Ik ben erg benieuwd, want jullie hebben een goed item natuurlijk over al die talentenjachten. Heel veel succes met jullie uitzending en hartstikke gaaf dat Michael er is. We wensen hem heel veel succes bij Popstars. Groetjes van Dini. Nou, die hebben waarschijnlijk de laatste aflevering gemist. Oké. Ja. Hij is er helaas uit. Ja. En als de mensen nog een leuke vraag hebben voor Mike, je kunt even bellen.
En een cd'tje willen hebben gelijk. En een cd'tje, ja. En dan moeten ze wel even komen halen. Worden ze snel wezen. Want om 2 uur zijn we gesloten. Dan gaat het hek dicht hier. En dan gaat het hek dicht, ja. 070-317-4290. Gesigneerd door Mike hemzelf. Ook nog. Dus dan moeten ze het even komen halen. En als er dadelijk... Er komt dadelijk ook iemand speklappen brengen. Dus ja, ik weet het allemaal niet, hoor. Het zal maar goed wezen. Als je nog niet gegeten hebt en je hebt honger... nou, ik zou zeggen, kom gewoon even langs. Ja. Alles is mogelijk. Dus als je nog vragen hebt, even bellen. 070-317-4290. Val hoor je hier natuurlijk Staf van de Dag. Want aan slotte iedereen een ster. En ja, de grootste sterren zitten hier aan tafel. Dus ook Mikey zit hier. Hè? Mikey zit Michael hier. Michael Angelo, hè, zo weet je eigenlijk. Hè? Nou, wij zeggen nog steeds Mikey. Maar het is eigenlijk helemaal geen Mikey. Nee, het is wel Michael Angelo. Het is net zoals dat we Jantje Smit zeiden. Ja. Je heet toch ook geen Jantje meer? Als je gewoon Mikey wil zeggen, dan maakt het echt niet uit. Want ik word echt zo vaak nog door mijn familie ook zo benoemd. Dus je bent ook Mikey gewoon klaar. Dat duet met Sidney, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat was op de beurs van de Rijswijkse Evenementenhal. Zeg dat maar tegen Michael. Ja, en dan weet hij het wel weer. Wat hebben jullie gezongen dan? Weet je dat nog? Volgens mij hebben wij Proud Mary gezongen met z'n tweeën. En het was zeg maar zo dat ik werd gevraagd... voor een model te lopen voor XL of zo. Voor, dan zat ik toch in de jury? Ja, dan zat jij in de jury. Ja, hè? Ja. Dan schiet me nou ineens te binnen, ja. Ja. Alzheimer begint vroeg, hoor. Ja. Maar daar zijn geen opnames van, zeker? Nee, er zijn geen opnames van. Gelukkig of niet, nee. Ze hebben alleen Henk daarna opgenomen. Maar.
Voor Alzheimer. Hey, Mike, luister. Want we zitten net even tussendoor. Ja, als de muziek is, dan... Zie je wel, je hebt Alzheimer, hè? Dan zitten we even te praten. En dan vond ik het leuk. Je zit op een school. Vertel dat eens. Hoe is dat gekomen? Wat is dat? Wat was dat nou? Hoe zat dat nou? Nou ja, vorig jaar was ik natuurlijk voor de tweede keer was ik in de uitzending. En ja. Toen was Bas Meijs was er ook. En ik vroeg aan hem, want hij had natuurlijk een goede tijd slechte tijden gespeeld. En acteren vind ik ook echt heel erg leuk om te doen. Ja. Dus ik zeg tegen Bas Meijs, ja, op welke school heb je gezeten? Welke theaterschool? Hij zegt, ja, ik heb op Rabarber gezeten. Dus Hallo? Ik dacht van, Rabarber. 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 Ik ken het al in het studio, maar... Bij de stad zit dat in de buurt. Ja. En ik dacht, nou ja, ik ga daar ook wel heen. En ik zit daar nu dus op school en het duurt mij een jaartje. En ik heb het zo ontiegelijk naar mijn zin. Kijk, en wat doe je dan? En wat doe je dan daar? Nee, ik heb dan 2,5 dag school. En ik ga daarnaast doe ik nog werken en zo. En je doet daar dansen, zingen, acteren, je leert daar performen en zo. Dus echt, echt heel leerzaam om jezelf neer te zetten eigenlijk. En wat voor werk doe je dan? Borden was er bij Albert Heijn? Nee, ik heb gesolliciteerd. Ik ben nu bezig met een sollicitatie. Maar ik wil heel graag in een kledingwinkel werken eigenlijk. Maar dat doe ik dan misschien voor een jaartje of misschien langer of zo. En volgend jaar hoop ik bij de popacademie of rockacademie auditie te doen. Zodat ik echt wel met mijn stem kan gaan doen. Of misschien toch wel misschien de musical of de theaterschool. Maar het is wel belangrijk dat je dan ook kan performen, dansen en alles. Ja. Als je maar bezig blijft, ja, dan moet je dat dansje, dat is kut. Mijn dans is gewoon geweldig. niet is. Nee, maar dat had ik met repeteren ging dat ook heel anders. Het was allemaal heel mannelijk ingestudeerd, heel cool en zo. Ja. En, maar toen ik eenmaal... Ik denk echt dat het door de zenuwen is gekomen, want zo heb ik het helemaal niet gedaan. En ik ging ineens met mijn reet lopen schudden, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Kees Koeien reed over het podium. Ja, nee, maar ik moest lachen. En ik zit thuis, wij beleven het anders dan jij het zelf meemaakt natuurlijk. Maar ik zat thuis te kijken, ik zei, nee, dat moet hij niet doen, En dat zei, maar dat zeg ik ook eerlijk tegen Ik zei het gelijk al, maar... Ja, ik was ermee bezig met dat dansje en ik dacht van, wat ben ik nou weer aan het doen dan? Ik snapte echt niks van wat ik aan het doen ben. Was je nou helemaal niet nerveus of zo? Ik was heel erg nerveus, echt heel erg nerveus. Ja, gelukkig aan mijn stem merkte ik het zelf niet echt. Zelf merkte ik het er niet echt aan, maar aan mijn dans en hoe ik deed, ja, het was gewoon echt. En op welk moment is dat over dan? Ik weet wel dat in de vorige uitzendingen ook, dat als je na een optreden, zeg maar, dan ben je met die lelijke vaar van je, dan ben je zo emotioneel. Ja, dat is altijd. Dan zie je tranen springen, hoepa, gillen. Ja. Weet je nog dat je begon te janken toen in een uitzending ook? Dat je helemaal, blij was dat je door was. Dat heeft meer vanwege het feit te maken omdat wij heel veel spanning in onze familie hebben eigenlijk. Mm. En we hebben dan, dat heel veel mensen weten dat natuurlijk al 2 jaar geleden hebben we mijn oom verloren. En we vinden het steeds jammer dat hij er niet bij kan zijn. Ja, okay. En, ja, hij kijkt ons wel toch mee op onze schouder. En ik bedoel, dat stukje liefde van mijn oom, dat zit ook in mijn vader. Dus dat wil hij dubbel geven eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus San, sowieso, San, hè? San, ja, klopt. Hey, ben je nou dat hele nummer nerveus of is het op een gegeven moment over? Nou, ik heb wel... sowieso ben je wel heel dat nummer nerveus eigenlijk, om echt goed te presteren. Maar ik heb meestal altijd het eerste woordje wat ik heb, dan heb ik... Na het eerste woordje is het echt gewoon... Er valt een hele last van me af eigenlijk. Gewoon doe je ook als je... Dat is een raad, wat ik toen me eigenlijk wel eens voorgenomen heb. Naakt. Als je, doe je dat ook? Nee, ja, dat je denkt dat iedereen naakt zit? Nee, ja, dat heb ik nog niet echt gedaan of zo. Maar ik doe het niet. Bij Henk, het is echt waar, hè? Bij jou is het dirty mind, is joy forever. Nee, maar van de week moest ik... Dus als ik nu zenuwachtig ben, moet ik jou naakt voor me. Ah, nee, doe maar niet. Jongen. Nou, ik heb me vanzelf van vroeger erin. Ik heb vroeger... Hij wordt veel bij de hand dan 15 jaar, toen hij 15 was. In de 6e klas bij ons, vroeger op school was het al. Ik aan het eind van je lagere schoolperiode, deed een toneelstuk. Heb je een lagere school? Toen een toneelstuk, ik weet niet meer, iets met de wonderboom of zo. En ik was Karel PK en ik was zo nerveus dat ik zong eerst het tweede couplet. En toen het eerste. Maar goed, daar gaan we het niet meer over hebben. We gaan even naar het nieuws. 92-0 Den Haag FM. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit zijn de hoofdpunten uit het Novum Nieuws. Ik ben Elisabeth Steins. De wateroverlast in Limburg en Brabant is nog niet ten einde en het blijft voorlopig ook nog doorregenen, zei het ietsje minder hard. Om meer overstromingen te voorkomen zijn 2 grote gebieden in Oost-Brabant onder water gezet en in Limburg zijn nooddijken gemaakt. Het peil van de Maas is hoog, maar niet kritiek. Ook in de Belgische Ardennen blijft ellende door de wateroverlast toenemen. Daar is het leger ingezet om bewoners eventueel te evacueren. En door modderstromen is het op de weg en op het spoor een chaos. In Groot-Brittannië is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een stier en zijn vrouw ligt met kritieke verwonding in het ziekenhuis. Het stel was op een publiek voetpad aan het wandelen in Nottinghamshire en onduidelijk is waarom de stier ze aanviel.
De Franse premier Fillon heeft het ontslag van zijn regering ingediend en president Sarkozy heeft dat aanvaard. Het was al bekend dat Sarkozy het kabinet wilde herschikken in de hoop aan populariteit te winnen. Dit na de invoering van het zeer impopulaire nieuwe pensioenstelsel. En tot zover de hoofdpunten uit het Novum Nieuws. Jij bent artiest en wil graag ontdekt worden. Wij helpen jou om jezelf op je groep te promoten. Chinchilla Productions biedt aanstormende artiesten een creatieve, maar toch betaalbare oplossing. Je eigen videoclip. Chinchilla Productions. Telefoon 082-61-4900. Of bezoek onze website www.chinchillaproductions.nl. Camera's klaar en actie. Hey Henk, hallo. Waar heb jij die gave tatoeage vandaan? Dat is er maar één die dat mag doen bij men. En dat is Timeless Tattoo and Piercing Studio. Oh, en als ik er nou ook één wil? Nou, dan kan je ze bellen op 06-421-00840. Kan ik er niet gelijk heen? Tuurlijk, dat kan ook. Ze zitten in de Oudemanstraat 194 in Den Haag. Bedankt, Oudemanstraat, hè? Megafast is de aannemer voor uw deuren, kozijnen, rolluiken, schuifpuien en dakkapellen. Voor vakkundige uitvoering en een prima prijs kijkt u op megafast.nl of u belt met 070 36 54 85 0. Megafast is mega goed. Dit is de start van de dag. 100% Haags. Den Haag FM. De start van de nacht. Love and the world. Baby, we were
Ja, na 15 jaar weer compleet. Take That, inclusief Robbie Williams en The Flute. En dat is de start van de dag, kraken. Het is de hoogste tijd voor... De tip van Kim. Goedemorgen, lieve schat. Ben je daar? Een hele goede... Ja, het is nog hele nacht voorbij, hoor. Ja, goede geile nacht, schat. Ik hoef niet te slapen. Ah, hoe is het? Maar, ja, natuurlijk ben ik daar in het Ja. Wat ben je aan het doen? Wat heb je gedaan? Wat ben je aan het doen? Wat heb je gedaan? Nou, ik kom net thuis om op tijd... het gesprek met jou te kunnen hebben. Gezellig. Ga je nog wat geks doen of ga je gelijk slapen hierna? Nee, niet zo ga ik dan nog wel even wat doen. Oh, maakt me gek. Maakt me gek. Ja, ik ben aan jou over wat, hè? Dat is jouw fantasie, toch? Ja, inderdaad, ja. Hey, heb je nog een lekkere tip voor ons, lieve schat? Nou, dat is eigenlijk wel leuk. Ik had van een tijdje geleden in de Telegraaf een stuk gelezen. Dat, ik heb het wel gezegd, die mensen hebben een laag libido. Nou, vrouwen dus ook. Ja. En dat ze er nu toch wel achter zijn dat dat een soort lichamelijke oorzaak is. Ja. En uiteindelijk het dus nu toch wel interessant kan worden dat er vrouwelijke verjaardag gaat komen. Vrouwelijke verjaardag. Ja, want bij mannen is het natuurlijk ook een natuurlijke oorzaak als ze Viagra nodig hebben. Maar bij vrouwen hadden ze altijd het idee, ja, vrouwen zitten veel complexer in elkaar. Het is een geestelijke stoornis. En eigenlijk heeft het daar ook wel een beetje mee te maken. Want inderdaad, als je bijvoorbeeld, ze hebben het zo gedaan, en ze hebben gezegd, porno laten kijken naar vrouwen met een laag libido en vrouwen met een gewoon libido, zeg maar. Maar niet met een extra hoog libido, want ja, dan wordt het zoortje en een schapje. Ja. En daaruit bleek dat, dus zeg maar, je kunt dan zien wat er in de hersenen gebeurt. Nou, als er in de hersenen dan gelijk een hoop gebeurt, dan zit daar een opwindingsfactor in. Maar bij het feit of ze nu blazen of dat ze nu filmpje keken of wat dan ook, gebeurde gewoon bijna helemaal niets in die hersenen. Okay. Dus dat zou je toch denken dat dat te maken heeft met dat iemand dus niet gewoon op een normale manier geprikkeld kan worden. Ja, maar hoe werkt dat dan bij die vrouwen, zeg maar? Want als je een man... kijk, voor een man is Viagra, dan heb hij een stuive lul... en dan kan hij veel langer neuken. Dus hij houdt ze klaarkomen tegen, zeg maar. Maar ja. Hoe werkt dat dan bij een vrouw? Houdt dat ook het klaarkomen tegen? En dat ze dan... werkt dat precies hetzelfde als bij een man? Want bij een man is het enkel het neuken. Dan inderdaad wel meer naar de vrouwelijke geslachtsorgaan geleid worden. Ja. Dus dat moet je wel een beetje zo zien. Ja. Maar... En moet ook iets, kijk, jullie hebben bijvoorbeeld niet dat het dan gaat tintelen of dat er iets... Nee. En moet dus iets gaan gebeuren, ja, het is niet helemaal te vergelijken met tandpasta, maar je kunt een beetje vergelijken met dat er echt iets prikkelend wordt er in je mond gebeurt met tandpasta. Dat moet eigenlijk met je kutje gebeuren, zeg maar. Wacht even. Heb jij tanden in je kutje, zeg je? En dan moet je tanden poetsen. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik kutje niet met tandpasta, maar ik probeer het even voor een man uit te leggen. Want dat prikkelende, als je tanden poetst, ja? Dat prikkelende, zeg maar, dat moet er eigenlijk in je kutje gebeuren. Er is bijvoorbeeld als je die O-creme neemt, en die noem ik even O-creme, omdat als je dat erop smeert, dan krijg je ook echt een beetje dat, ja, het is niet branderig, maar wel dat je dat dus extra voelt. Kijk, het feit dat je iets extra voelt, dan word je daar extra gevoelig. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. En daar probeer ik even met tandpasta uit te leggen, want ja, mannen hebben nog nooit O-creme gebruikt, en dan zal het ook anders werken. Ja. Maar voor jullie hoeft dat niet prikkelend te werken, maar voor een vrouwelijk geslachtsorgaan prikkelt het je wel. Ja, nee, ik begrijp het. Ja, ik begrijp het. Als je zeg maar zin hebt in seks, dan zeg ik er ook wel, ja, weet je, wordt en is er... Je wordt je bewust van je... Ja, ja, maar is die in pilvorm? Of is dat Viagra wat je op je muts moet smeren? Of is het een drankje? In pilvorm. Komen. Ja, het is zo dat... Bilzor heet het geloof, weet je wel. Dat is een bedrijf wat ook de mannelijke Viagra maakt. Ja. Die zegt, een van de grootste problemen is natuurlijk wel dat het niet alleen altijd aan het gebrek aan lichamelijke opwinding ligt. Nee. Dat zijn dan de vrouwen met een laag libido. En daar zal het dan waarschijnlijk een stuk beter voor gaan helpen. Ja. Maar dat er natuurlijk ook mensen zijn die hebben gewoon geen interesse erin. Geen lust of depressieve gevoelens. Ja. Of, weet je wel, of ze hebben weinig zelf. Best moeilijk, hè, Kim? Best moeilijk, hè? Ja.
Maar het punt is natuurlijk, en dat is eigenlijk ook een beetje wat in het dit heel belangrijk is. Zelfs, hè, al heb je een laag libido enzovoort. Ik probeer toch altijd wel vrouwen daarin te prikkelen van... probeer voor jezelf te ontdekken wat jou wel opwint. Misschien is het wel een fantasie waar je misschien niet echt aan durft toe te geven. Wat misschien ook nooit hoeft, maar waar je wel in je hoofd aan moet durven toe te geven. Want meisjes worden natuurlijk ook wel opgevoed met dat stuk van je hoort je daarin te gedragen. En mannen zijn daar toch ook weer wat makkelijker in. Als ze iets vinden of als ze ergens over van geil worden, dan zullen ze dat ook veel makkelijker voor zichzelf in ieder geval. Dus jij vindt het wel een aanrader? Nou, ik denk dat het heel goed is dat die vrouwelijke verjagingen komen. Net als dat de mannelijke verjagingen heel goed is. Ja. Maar dat je wel voor jezelf moet afvragen van waar ligt bij mij het probleem? Ja. En de tip is bij mij, ja, toch voor jezelf ontdekken wat wint mij wel op. Ja. Want ik vind het heel belangrijk dat elke vrouw ook echt kan genieten van zichzelf. En dan zeg ik ook even van zichzelf. Ja. Want dat is de basis waardoor je daarna... kan genieten van anderen. Ja. Oké, okay, nou, dat is heel duidelijk. Dank je wel weer voor deze sublieme tip, lieve schat. Oké. Okay. Hey, tot de volgende keer. Hey, tot de volgende keer. Bye. Bye. Hey. Friday night, it was late. I was walking you home. We got down to the gate and I was dreaming of the night. Would it turn out right? Thank you.
later nog even over praten. Reminiscing van de Little River Band hoor je hier natuurlijk in de stad van de Raffentaal. Ten slotte iedereen. Een ster. Een ster. Het is niet te geloven. Het is hier een gekhuis. Er komen net een heleboel mensen binnen. Die hebben hier een kantoortje, eentje verderop. En allemaal helemaal superleuk. En het is relaxed. En zo. Hebben we nog iemand aan de lijn? Ja, we hebben iemand aan de lijn. Oh, dat wordt gek geweld. Het is ongelooflijk. Vincent, geloof ik. Goedenavond. Vincent, goedenavond. Hallo, hoi, goedenavond. Hallo, jij het vragen of je wilde wat vragen of je wilde wat zeggen? Ik wilde zo nog. Sorry, ik sta even op de wc. Sta op de wc? Ja, want je hebt overal scheid dan. Heel even. Hij duurde zo lang voordat ik in de uitzending kwam. Oh, vertel het. Oké. Vertel het maar. Nou, zeg het maar. Nou ja, ik had een beetje de gedachte van als Mikey nou niet helemaal doorbreekt. Ja. Wat zou hij dan anders moeten doen in zijn leven? Mike, ja, wat zou je anders gaan doen? Wat zou ik anders gaan doen? Nou, wat ik heel erg leuk vind is met kinderen werken, vind ik wel leuk om te doen. En zou het echt niet lukken, dan zou ik misschien de PABO of de leraaropleiding gaan doen. Om leraar Engels te worden of misschien groep 4 tot en met 8 les te geven of zo. Dat lijkt me heel erg leuk. Ik vind kleding ook heel erg leuk, dus het kan allemaal kanten nog op eigenlijk. Maar ja, ik ga er niet van uit eigenlijk. Maar ja, ik hoop het ook niet dat het zo ver komt dat ik die keuze moet gaan maken. Maar ik hoop gewoon dat mijn stem gewoon goed blijft. En dat ik kan blijven zingen eigenlijk. Wat denk je? Ga je het redden? Nou ja, of ik het ga redden, dat heeft eigenlijk meer met geluk te maken, denk ik eigenlijk. Het is echt dat als mensen het je gunnen, dan red je het denk ik wel. Maar ja, als het je niet gegund is, dan kom je er ook niet, denk ik. Maar ja, ik hoop dat ze me gunnen, dus daarom. Het lot. Ja, het lot eigenlijk. Ja. Oké, in ieder geval, bedankt voor je vraag. Goedenavond. Oké, okay. Hoi. Nou, dat is Vincent. Heb je ook een leuke vraag? Kun je nog even bellen? 070-3174-920. Want dat is de hotline voor vanavond. Inside, keeping you wide awake all night.
Soulsister hier in de Start van de Dag. Maar we hebben natuurlijk een ster in ons midden hier, Mikey. En die Michael Angelo, sorry. Mikey, en die gaat daar even bewijzen Mikey, dat hij echt, wat zeg je? Die is gewoon voor ons is het gewoon ons Mikey, gewoon Mikey. En hij wil even een stukje a cappella zingen, dus ik gooi even alles dicht. Dus het is helemaal aan jou. Dus alle remmen zijn los? Okay. Alle remmen zijn los. Okay, steek van wal. Ik ga nummer, een stukje van nummer De Climb zingen, ja? Wat jij wil. Een beetje onbekend. Jouw feestje. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta be strong. Just keep pushing on. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what to win on the other side. It's a climb. Ik vind hem mooi. Ik vind hem mooi. Ja, super. Nou, dat was net nog iemand die aan mij vroeg via de telefoon wat ik nou eigenlijk van Mikey vond. Nou, we hebben het eigenlijk de hele uitzending, maar mijn persoonlijke mening is, nou, Mikey is heel erg gegroeid. Ik vind hem steeds beter worden en ik ben helemaal toppie dat hij hier als gast zou zitten, als sterven wou zitten. Ja, helemaal super. Dus die meneer is natuurlijk ook weer geholpen, hè? Want ik vind het een toppertje. Nou, ik vind jullie ook een toppertje dat ik hier weer mag zeggen, zit zo. Zit ja, hè? Wat kost je dadelijk 500? Nee, nee, of andersom misschien, hè? Zakelijk, hè? Zakelijk, hè? Dat is niet te geloven allemaal. Het is een gek huis vanavond. Ik zweer het je echt. Ja, nou, ik wil wel zeggen, ik ben wel echt blij dat we ook even wel de mensen bedanken die kijken. Ik heb echt zulke leuke huisreacties gehad, dat is echt niet normaal. Ik heb echt van mensen de raarste dingen gekregen. Knuffels tot, ook mandjes heb ik ook gekregen. Een mandje vol met... Fruitmandjes? Nee, een mandje vol met deo of zo. Dus misschien vinden ze me stink of zo. Dat kan ook natuurlijk. Nou, je het zegt, man. Nee, maar echt een mandje vol met echt cadeautjes en zo. Echt heel leuk. En het is gewoon helemaal fantastisch. En en niet om reclame te maken voor diegene of zo, maar... Mag, alles mag je. Oh, alles mag. Nou, dan maak ik reclame voor diegene natuurlijk. Dat is ik... Wat was het nou, man? Ja, die hebben ook een stemmetje alsof ze een hele kokosnoot hebben ingeslikt. Ja, dat horen we zo meteen. Dat is ongelooflijk. Ja, die hebben een stem. Nou, ik weet het niet, maar die kan zo in een 06 letter. Dat is Designer Mandjes, zo heet het. Of zo? Designer Mandjes. Designer Mandjes. Ik heb niet designer, maar die... Designer mandjes. Ja. Designer mandjes. Van, designer die mandjes. Designer die mandjes. Ja! Kwartjes gevallen. Ik heb net een mailtje van een applaus gekregen. Gaan we zo even over hebben. Oh, leuk. We maken er zo meteen even een aan. Nee, is op tijd. Nee, ik wil alleen zeggen dat we even een mailtje kregen. Een smsje van Dick. Dat hij allemaal zat te applaudisseren. Oh, leuk. Maar ik wilde helemaal geen enter maken. Perfect, maar wij wel. Ik kan niet dat Jan die Welt und dafür brauchten wir kein Geld. Wir haben uns einfach treiben lassen. Wir wollten nichts verpassen. Wir wollten nicht so werden wie die Leute, die wir hassen. Nur ein Blick von dir und ich wusste genau, was du denkst, was du fühlst. Dieses große Vertrauen unter Frauen, das hat mich umgehauen. Es war völlig klar, ich konnte immer auf dich bauen. Keine Party ohne uns, immer mitten rein. Da zu sein, wo das Leben tobt, ohne jedes Verbot. Sie war geil, diese Zeit, wir waren zu allem bereit. Und wenn ich heute daran denke und es tief in mir schreit, tut es mir leid, dass ich nicht härter zu dir war, denn ich ahnte die Gefahr. Sie war da, sie war nah, sie war kaum zu übersehen. Doch ich wollte nicht verstehen, der Wind hat sich gedreht, es ist zu spät. Und warum? Mal in einem
dir reden, alles was du sagtest war. Das ist mein Leben, das gehört mir ganz allein. Und da mischt sich keiner ein, lass es sein, das schreckt mich an. Ich sah dir in die Augen, sie waren tot, sie waren leer. Sie konnten nicht mehr lachen, sie waren nicht mehr schwer. Dat is het laatste vocale deuntje, tic-tac-toe. En waarom? Ja. Dat hoor je hier nog in de Stad van de Nacht. Want daar is tenslotte iedereen een ster. Ja, we hebben natuurlijk nog een gedicht. Een heel mooi gedichtje, Mike. En ik wil dat jij het eerste stukje doet. Ja. Zo plat mogelijk natuurlijk. Ja. En dan doe ik het tweede stukje, ja? Okay. Deze. God van de God van. Ah, 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 mijn klitten splijten. Hoe kan dat nou? Zo, het is de schreeuw van mijn verbaasde vriendin die ik hoor vanuit de douche. Ja, ze is blond en ze smeerde anti-klit shampoo op haar poes. Met dank voor Victor Meijer. Ik ga hem lekker weer. Heel plat, maar wel leuk. Ja, nou, het is, ik ga het heel langzaam afscheid nemen. Nou, bedankt dat Mike er was, hè? Ja, nee, Mike, jullie bedankt. Hartstikke bedankt. Super dat je hier weer als gast was. We hopen je eerder toch weer een keer te ontmoeten. Ja, tuurlijk. En misschien speel je dan in een musical of wat dan ook. Ik heb tenminste lekker vrijkaartjes weggeven. Ja, nee, sowieso. Jullie bedankt. En Erik bedankt. En ook Danny en Lian natuurlijk. Helemaal top dat jullie er waren. Echt, jullie zijn kanjas. En we moeten ook nog zeggen dat, Den Haag FM gered was, hè? Dat hebben we gezegd. Den Haag FM is gered. En, we en weten dat je niet, terug kan kijken van de week. Op de stadvandenacht.huis. Ja, je kan terugkijken. Alle uitzendingen, dus ook deze uitzending. Kan je nog even terugkijken. Ja, daar gaan we voor, zeker. Ja, daar gaan dat we het voor. Blijft. Ja, we gaan ervoor duimen dat we blijven. We hebben nog, Den Haag FM, is overgenomen door TV West. Maar ja, of ze ons willen hebben, dat is nog dat is wel de vraag. Ja. Maar dat maakt niet uit, we blijven. Dan moet iedereen zich even hard voor maken. Ja, en ik wil in ieder geval ook de luisteraars en de kijkers hartstikke bedanken. En ik heb te veel om op te noemen. Spanje, Hardenberg, weet ik waar ze vandaan. België. Iedereen zit te luisteren. En jongens, we besteden niet altijd veel aandacht aan jullie, maar we weten dat jullie er zijn. Dankjewel. Dat is het belangrijkste. Ja, toch? Ja. En jij heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Echt heel erg bedankt. En jij heel veel succes met je carrière, hè? Ja, ik ga echt mijn best doen. En ooit, als je op Broadway staat en je hebt een ton per seconde, denk aan men. Ja, want weet je waar ik begonnen ben? Ik zal mijn lul nog even wat stieken, hè? Hij had altijd een rollator willen hebben. Nou, ja. Kijk, een rollator. Nou, dankjewel, Mike. Daar kan ik er een later voor. Is goed. Hey, we gaan er vandoor. We zijn er volgende week. Ik hoop dat je even naar de kamer Mike. Tot volgende week. Naar je fans en allemaal. Jongens, bedankt. Tot volgende week. Bedankt. Hoi, hoi. 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 Toppie. De Start van de Nacht werd mede mogelijk gemaakt door Kneedschim, Zedenstraat 1A in Den Haag en Bloemenshop Pemoni in Tuincentrum Overvecht in Den Haag. Op 92.0 FM, de Haagse kabel 92.9 en via Den Haag.